Voorzitter, mevrouw Hamer. Nederland heeft in grote meerderheid gekozen voor rechtsbeleid. Voor een gezonde economie, voor veiligheid en voor minder immigratie. Voor de rechten van onze boeren, voor de Nederlandse industrie, voor het bouwen van woningen, voor de horeca en voor de festivals. Voor Nederland zonder onlogische coronamaatregelen, zonder testsamenleving en zonder vaccinatiedwang. Voor Nederland waar het eigendomsrecht wordt gerespecteerd, waar ambitie een deugd is en waar mensen die hard werken succesvol mogen zijn. En nu is er 6 maanden lang gezocht naar een links meerderheidskabinet en dat is op zich al een klap in het gezicht van de kiezer. Maar dat partijen die zijn afgetreden vanwege de toeslagenaffaire nu al een half jaar het land in een wurggreep houden, is totaal onacceptabel. Zoals ik in juni al heb aangegeven, hebben de PVV, FVD, JA21, BBB, de SGP en Belang van Nederland samen 32 zetels. Samen met de VVD en CDA zijn dat dus 81 rechtse zetels in dit parlement. En hoe is het dan mogelijk dat de VVD een grote voorkeur lijkt te hebben voor een links kabinet? En waarom is de VVD überhaupt geïnteresseerd in zogenaamde kansenongelijkheid, een misplaatst klimaatakkoord en een aanval op ondernemend Nederland? Voorzitter, tijdens de HJS schoollezing in de Rode Hoed haalde mevrouw Kaag van D66 gisteren keihard uit naar de VVD. Ze gaf klip en klaar aan waar D66 voor staat en dat kan voor helemaal niemand een verrassing zijn geweest. Maar het kan niet zo zijn dat persoonlijke voorkeuren ons land in gijzeling houden. En dat het belang van Nederland ondergeschikt wordt gemaakt aan de wensen van linkse minderheden. Voorzitter, BVNL heeft al eerder gepleit voor een minderheidskabinet. En gezien de huidige impasse en de uitdrukkelijke wens van de kiezer zou wat BVNL betreft dit minderheidskabinet bij voorkeur moet bestaan uit de VVD en het CDA. En op die manier zullen er steeds meerderheden gezocht moeten worden die recht doen aan de verkiezingsuitslag. Meerderheden die het belang van Nederland voorop stellen. En BVNL zal daar uiteraard constructief aan meewerken. Dank u wel.